Begraafplaats Rijnhof in Woerden is de laatste tijd in het nieuws vanwege de konijnenplaag daar. Maar omwonenden hebben nog iets waar ze zich zorgen om maken. Bewoners van buurtschap Geesdorp zijn fel tegen de komst van een crematorium. Ze hebben daarom een spandoek opgehangen in het weiland naast de begraafplaats. Volgens Woerden is een crematorium bij het kerkhof nodig omdat nabestaanden nu naar Utrecht moeten voor crematies. Bewoners van Geesdorp vinden een lijkoven niet in hun buurt passen. Wij vinden als gemeenschap hier in Geesdorp dat dit plan van de gemeente waar ze mee gekomen totaal niet past hier. Dan moeten ze voor iets anders zoeken. Wij zien qua verkeersveiligheid, qua recreatie met veel meer drukte op een begraafplaats strijd ook met elkaar. Wij zien milieuaspecten. Er zijn nog mensen die principieel tegen zijn. Alles bij elkaar zeggen wij gaan dat niet accepteren en we zijn bereid om tot de hoogste instantie te gaan. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de plannen voor het crematorium. Het college hoopt door gesprekken met Geesdorpers meer begrip te kweken. Dit is Woerden.tv. Met Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.